Nederland 3. Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom bij deze middaguitzending van Studio Sport, die voornamelijk zal gaan over fietsen, want vandaag gaat het dan om het Echi. We gaan zo overschakelen naar Milaan, maar voor die tijd nog even een paar interessante sportmededelingen waar Nederlandse sporters bij betrokken zijn. Om te beginnen uit het verre Australië, waar Monique Velzenboer tijdens het wereldkampioenschap shorttrack vannacht, onze tijd dan, in ieder geval een prima prestatie heeft geleverd door de zilveren medaille te winnen op de 500 meter. Op de 1000 meter kwam Monique ook in actie. Daar kwam ze net niet op het podium. Ze werd op die afstand vierde. De winnares op de 500 meter was de Chinese Zhang. En op de 1000 meter was het Sylvie Degel, de Canadese. Dan ook nog goed Nederlands sportnieuws uit alweer een ver land, Japan. Daar begint morgen het motorwegseizoen met de Grand Prix van Suzuka. En onze landgenoot Wilco Zeelenberg, die u gisteravond nog uitgebreid aan het woord hoorde in Sportstudio, staat daar voor het eerst in zijn motorsportcarrière op pole position in de kwartliterklasse. Dat ziet er dus goed uit. Maar dat is allemaal morgen aan de orde. Vandaag, zoals gezegd, gaat het over fietsen. Want de heren beroepsrenners mogen dan al heel wat kilometers hebben afgelegd de afgelopen weken. We hebben al gehad Omloop het Volk, we hebben al gesproken over Parijs-Nice, over het Tirreno Adriatico, over de Catalaanse Week, noem maar op. Maar dat gaat allemaal niet zo om het Echi. Daar beginnen we vandaag mee, want het echte seizoen begint altijd met Milaan-San Remo. De koers die vele prachtige bijnamen heeft, de lentekoers, enfin, u kent het allemaal. Een lange koers, kleine 300 kilometer, een koers met een groot deelnemersveld. Een koers waar in de loop der jaren, en de eerste Milaanse Remo werd al gereden in 1907, slechts drie keer een Nederlander als winnaar over de streep kwam. Arie den Hartog in 1965, Jan Raas in 1977 en de laatste keer dat we een Nederlandse winnaar hadden was 1985, Henny Kuiper. U weet dat er veel te doen is geweest de afgelopen dagen in het wielerpeloton. Moeten we nou wel of niet die vreselijke pothelmen op hebben? In ieder geval, de laatste stand van zaken is dat ze vandaag rijden met die helmen. En we zullen eens even gaan kijken wat dat voor plaatjes oplevert.